Welkom bij deze presentatie over perspectief in architectuurfotografie. Voor de goede orde merk ik op dat we het hier hebben over architectuurfotografie in creatieve zin. Dus niet documentair of commercieel, wat andere eisen stelt. Tenslotte is deze presentatie gericht op fotografie in fotoclubs. We gaan het hebben over verschillende soorten, perspectief, compositie en het belang van standpunt en beeldhoeken. Staan even stil bij soorten lenzen en het gebruik daarvan en verruimen onze blik met aandacht voor de omgeving. Tot slot zijn enkele links toegevoegd voor nadere studie. Wat is perspectief? In deze presentatie is perspectief een manier om de diepte weer te geven in een plat vlak. Kijk eens met één oog. Om diepte te zien kijken we niet voor niets met twee ogen. Om een kijk te krijgen op perspectief is het nuttig om met één oog te gaan kijken voordat je door de zoeker kijkt. Dan krijg je een beter idee van wat diepte suggereert en wat niet. Nu even een stukje theorie. Om diepte te suggereren gebruik je in foto's lijnen, patronen en vormen. Van groot belang is hierbij het lineair perspectief. Ook wel centraal perspectief en eigenlijk pas in de 15e eeuw in Italië ontdekt. Waarom gaat het? Wat zich veraf bevindt, wordt kleiner voorgesteld volgens een patroon van imaginaire vluchtlijnen naar imaginaire vluchtpunten in de horizon. Iedereen kent wel het effect van een hoge flat of toren. Je staat van beneden en je kijkt naar boven. Het gebouw lijkt ineens te verdwijnen in de hemel of rails die samen lijken te komen. Hoe dichter je bij het onderwerp gaat staan en hoe lager het standpunt is, hoe extremer het effect van perspectief overkomt. Met deze vertekening kun je de illusie van diepte opwekken of versterken. We zullen overigens later zien dat er ook nog andere vormen van perspectief zijn. Bij architectuur denken we vaak aan ruimte en bouwmassa's, maar let ook eens op de details. In dit voorbeeld zie je ook de werking van het lineair perspectief. Je ziet dat het gebouw bestaat uit een complexe serie van lijnen, patronen en vlakken. We gaan nu spelen met perspectief. Tijdens een fotoshoot ben je constant aan het zoeken naar de beste compositie. Je loopt door of rond een gebouw, zoekt naar interessante standpunten en zoekt de beste hoek. Recht van voren levert meestal fantasieloze beelden zonder impact op. Door vanuit de hoek te fotograferen suggereer je diepte en sterker perspectief. Wissel dus vaak van standpunt en beeldhoek en bekijk welk effect dit heeft op het beeld. Hierbij een voorbeeld waar rechtuit naar mijn mening wel werkt. Door dit spelen met perspectief kom je al snel uit bij het thema compositie. In dit geval is gekozen voor een symmetrische compositie. Hier zie je ook een versterkend effect van het licht-donker perspectief. Standpunt. Hier zie je drie verschillende standpunten die je een ander perspectief uitgangspunt bieden. Rechtuit of van boven of van onder. Er zijn vijf verschillende fotografische invalshoeken die je kunt gebruiken. Altijd kies je een hoek of je dat nou bewust doet of niet. En iedere keer ziet het er dus weer anders uit en geeft het een ander beeld. Hier zijn de vijf verschillende hoeken die we achtereenvolgens zullen behandelen in de vorm van voorbeelden. Ten eerste het patrijspoort perspectief. Gewoon rechtuit, onbewust of bewust. Twee tips. Je kunt natuurlijk afstand nemen met een telelens. Daardoor is het makkelijker om horizontaal te kunnen fotograferen. In dit geval sta ik op een dak. Let ook natuurlijk op het waterpasniveau door je zoekerbeeld, als dat er in het zoekerbeeld zit, door dat goed in te stellen en gebruik een goed waterpas op het statief als alternatief. Een sterk voorbeeld van rechtuit fotograferen is dit zoomperspectief. Bekend is ook het kickforce perspectief. Daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Beneden naar boven fotograferen en je krijgt dan weer die convergerende verticale. Met een groot hoek wordt dat allemaal nog versterkt. De balans is dan wel van belang in de foto, anders valt alles om. En daarom is dan de beste tip, zorg dat één
lijn in ieder geval recht is. In dit geval heb ik het rechte gebouw met één lijn recht opgezet. Dan de vraag, ja, wat gaan we nu doen met die vertekening? Gaan we dat corrigeren of benutten we dat juist? Je kunt de vertekening recht zetten, zogenaamd onthoeken, met behulp van software. Ook dat geeft weer vertekening, maar dat hoef je niet direct te zien als het met beperkte mate gebeurt. Hou wel in de foto ruimte bij het maken, want je zal een stukje verliezen bij de nabewerking, omdat er nogal wat wordt verschoven in de foto. Je kunt natuurlijk ook de vertekening bewust benutten om de lijnwerking te versterken. Het volgende perspectief is het, wat ik maar heb genoemd, het rioolputperspectief. En recht naar boven, fotocamera op de grond en ondersteboven fotograferen. Hier een fraai voorbeeld. Het vogelvluchtperspectief. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om dit standpunt goed te kiezen. In dit geval vanaf een hoge wolkenkrabber in Dubai. Maar goed, het illustreert wat ik bedoel. In dit geval gaat het om een aantal lieden die erg sterke staaltjes uithalen. En dan zijn daarbij erg ver gegaan. Zie YouTube. Dan het droneperspectief. Dat is weer nieuw. Tegenwoordig kun je natuurlijk met een drone verticaal fotograferen, wat weer nieuwe mogelijkheden biedt. Niet voor iedereen weggelegd, zonder specifieke apparatuur en natuurlijk de nodige toestemming voor dit soort foto's boven gebouwen. We hadden het al over compositie en symmetrie. Symmetrie is een extreem geordende compositie, waarvan je hier een paar voorbeelden ziet. Dat luistert overigens erg nauw. Als je niet heel precies je standpunt en je hoek hebt gekozen, zit je heel snel naast. En dat gaat echt om centimeters of misschien zelfs nog minder. Denk erom dat als je inderdaad een compositie wil maken met symmetrie, dat je ook echt levert wat je belooft. Anders valt het al gauw op en val je door de mand en is de foto mislukt. Voor symmetrie kun je ook heel goed reflecties gebruiken, zoals een wateroppervlak in deze foto. Je kunt natuurlijk ook spiegelende wanden gebruiken, zoals in deze foto. Dan nog even iets over het gebruik van lenzen. Met een telelens kun je het perspectief in elkaar drukken, waardoor interessante patronen kunnen ontstaan. Dit lijkt me een geslaagd voorbeeld daarvan. Een groot hoek daarentegen geeft weer een heel ander effect. Je kunt ermee ruimtes overbruggen. Ga dicht op een gebouw staan en je kunt de verbinding leggen tussen de ene kant en de andere kant. We hadden het al even over een tilt-shift lens. Dit is een afbeelding van zo'n lens. Die kun je verstellen. Daardoor kun je dus al beide opnamen onthoeken. Het gaat dan om shiften en tilten, zoals het dan wordt genoemd. Daarmee kun je dus verschuiven om het perspectief te corrigeren of kantelen om iets wat dichtbij staat ook scherp in beeld te krijgen, zoals een soort technische camera werkt. Dit kun je ook gedeeltelijk met software doen, maar over het nabewerken volgt meer in een volgende verdieping. Nu nog even terug naar compositie. Zoals gezegd, het lijnenspel versterkt de dieptesuggestie. Sterk werken dan cirkels en spiralen. Je volgt de lijnen en duikt zo de diepte in. Nu nog enkele andere vormen van perspectief. In dit geval een ritmeperspectief in Valencia Station. Maar je kan natuurlijk ook de passage in Den Haag nemen. Een tonaal of kleurperspectief werkt vooral goed als je gebruik maakt van het weereffect, zoals je in de linkerfoto ziet, of met behulp van kleurcontrast, met rood dichtbij en blauw veraf. In dit geval even een heel apart voorbeeldje in de rechterfoto. Het coulissenperspectief, iedereen kent het ook wel uit de bergwereld, waarin je verschillende lagen achter elkaar ziet door verschillende atmosferische werking. Het gaat altijd om overlappende elementen in ieder geval, met voorgrond, midden en achtergrond, zoals in dit voorbeeld ook. Je kunt ook scherpteperspectief creëren door je diafragma te gebruiken om selectieve scherpte toe te passen. Hier zie je een creatieve toepassing van selectieve scherpte, waarbij ook gebruik gemaakt is van reflectie.
dan de omgeving, zoals beloofd in het begin van deze presentatie. Een gebouw heeft nou eenmaal ook een omgeving. Ze staan niet geïsoleerd, maar maken vaak deel uit van een architectonisch geheel. Een plein, binnenplein, of een straat, of een wijk. Hierdoor kun je ook laten zien wat de functie is van het gebouw, wie er gebruik van maken en wat de bedoeling van de architect is met het gebouw. Hierbij kan een mens in beeld eventueel onscherp, nuttig zijn en bijdragen aan de dynamiek. Ik eindig met een korte samenvatting van wat we hebben besproken. Kies een vorm van perspectief of meerdere vormen in combinatie. Kies een passende beeldhoek. Kies je standpunt bewust. Let op je compositie met inleidende lijnen en rol van lenzen daarbij. En vergeet niet te letten op details en de omgeving, karakter en functie van gebouwen. En daarbij vooral, let op je gevoel. Immers, there are no rules for good photographs, there are only good photographs, zei Ansel Adams al. Tot slot vinden jullie een aantal links hieronder en bedankt voor jullie aandacht.